Good morning, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 10 mei en ik zit op station as usual. Een soort nieuwe routine. Ik zie er heel verlept uit, maar ja, weet je, geen make-up op. Haar zit heel slecht, maar we doen het er even mee. Ik zit dus op station. Ik ben net met de trein aangekomen en ik wacht nu op de bus. Om 10:30 komt de bus, dus dan... wat zou ik nou zeggen? Om 10:30 komt de... Oh my god, ik zie hier een hele dikke spin lopen. Gadverdamme. Eeuw. Ik heb even... Gadver, ik heb even mijn tas op het bankje gezet. Hij is echt heel dik. Ik hou hem heel even in de gaten. 10:30 komt de bus, dus ik moet nog even... Hij gaat lopen. Oh my god, ga weg. Oh, hij is echt heel dik. Ga maar lekker de natuur in. Ja, doe maar. Kijk. Godverdomme. Ik heb geen idee of jullie me nu horen, maar ik ben even hier gaan staan. Want die spin was een beetje weg, dus ik ben helemaal bang. Maar nu, ik ga gewoon wachten. Jullie zien me als ik thuis ben. Dan ga ik lekker ontbijten. Ik moet wat foto's maken voor Instagram en stories maken en zo. En ja, dat ga ik doen als ik thuis ben vandaag. Vlog editen vanavond, dus het wordt een productief dagje. Morgen weer werken, woensdag werken, donderdag shooten samen met Dylan voor Instagram. Hij gaat me helpen, wat super lief is. Dus we gaan nog even kijken waar we heen gaan. Ik hoop dat het een beetje dit weer is. Dat zou wel lekker zijn. Ik hoop ook vanmiddag dus een foto nog buiten te kunnen maken. En dat het dan dit weer blijft. Maar we gaan het zien. Dus ik neem die gewoon weer mee zoals gewoonlijk. Zo, ik heb make-up op. En mijn haar heel strak in een knotje gedaan. Nu zit ik even voor mezelf een beetje te kijken van wat ga ik wat doen. Want ik ga... Ik wil een foto maken voor Instagram met items van MS mode. Dan wil ik een losse video opnemen, denk ik. Met wie ben ik? Voor mensen die me niet kennen. Gewoon een beetje een soort toelichting van wie ben ik. En dan kan ik die ook highlighten als je net op mijn kanaal komt. Dat je meteen die video ziet. Dus die video wil ik even gaan opnemen vandaag. En ik ga ook nog heel even lunchen natuurlijk. Moet ook gebeuren. Voor mijn gevoel heb ik al een hele dag erop zitten. Maar het is 12:30. Dus ik heb echt nog best wel heel veel tijd natuurlijk. Dus ik ga dat allemaal even doen. En oh, ik heb volgens mij gewoon dat boek ook wel laten zien van Lizzie van der Licht over Ibiza. Het boek heet Ibiza Stories. Echt super vet, super tof. Maar nu ik dat boek lees, wil ik nog meer naar Ibiza toe. Als het goed is, als het allemaal mee zit, gaan wij in september. Eind september gaan we naar Ibiza voor een week. En ik heb er zo veel zin in. Nu al, echt. Ik ben... Alleen maar het aftellen, terwijl ik ook nog gewoon met Dylan apart op vakantie ga. En daar heb ik ook heel veel zin in. Ik ben op Pinterest allemaal inspiratiefoto's voor outfitjes aan het zoeken en zo. Ja, het is echt... Het slaat heel nergens op, maar ik doe het wel. Ik heb een cola. Heb. Proost. Dus ik ga dat allemaal even doen vandaag. Maar dat moet makkelijk lukken. Ook moet ik echt mijn kamer opruimen. Wasje draaien, een zwart wasje. Dat merk ik nu wel echt... Nu ik gewoon weer aan het werk ben en 4 dagen in de week in de store sta. En voor Mac ik alleen maar zwart draag, heb ik zoveel zwarte was. Dus die moet ik echt even aan gaan doen. Zodat ik ook gewoon morgen, woensdag, vrijdag en zaterdag een outfitje aan kan. Ja, weet je, moet ook allemaal gebeuren. Ik had de foto net gemaakt. Even heel snel voordat het ging regenen. Even kijken waar die is hoor. Kijk, deze foto. Leuk foto, echt. I love it. Ik ga hem ook wel naar MS Mode mailen. Dus dat sowieso. Maar hij past gewoon niet in mijn feed. Dat is gewoon heel jammer. Puur omdat het licht niet goed is. De lucht is heel grauw en donker. Dus het past gewoon niet bij mijn feed. Dus vandaar dat ik hem niet ga plaatsen op mijn eigen feed. Ik heb hem wel in mijn story gezet en MS Mode erbij getagd. Maar ik ga het wel zeker naar ze mailen. En ja, even kijken of ik verder nog wel content kan maken. Zoals je ziet is het hier ook mega donker binnen. Dus dat is ook echt... alleen mijn haarband geeft licht. Dus dat is ook echt heel erg jammer. Maar
Ik moet maar even kijken hoe en wat ik voor foto's kan maken, ga maken. We gaan het gewoon zien. Wat lukt en wat... Oh, goed shot. Wat wel lukt en wat niet lukt. We shall see. I've tried my best, yes. Yes, maar het gaat nu regenen. Dus dat is ook nog wel weer een dingetje. Dat het gewoon de hele week regent. Vet irritant. Dus ik hoop wel echt dat het donderdag, droog is. Dit meenemen. Maar ik hoop wel dus dat het donderdag echt droog is. En een beetje een zonnetje. Dat ik met Dylan gewoon kan shooten. Oké, jullie zien me niet meer. Ik spreek jullie later. Een tijdje later. Ik heb weer wat anders aan. Ik heb een selfie gemaakt. Het lukte gewoon echt niet verder om leuke foto's te maken. Het was echt een beetje moeilijk en jammer. Ik heb foto's gemaild naar MS Mode. En die waren er heel erg blij mee, gelukkig. Dus dat is heel erg fijn. En ik ga donderdag ook nog een paar foto's maken met een paar items die ik nog heb hangen. Verder heb ik nog een paar items gevraagd of ik die mag ontvangen van MS Mode. Want ik ga aankomende week naar Ameland. Ik weet helemaal niet of ik dat heb verteld. Naar Ameland. En maandag, dinsdag, woensdag. En donderdag moet ik dan weer werken. En ik dacht, dan kan ik mooi die items daar shooten. Dus dat leek me een heel erg leuk idee. En degene met wie ik contact heb van MS Mode vond het ook een heel erg leuk idee. Dus die krijg ik thuis gestuurd om te shooten op Ameland. Dus dat is echt heel erg leuk. Het zijn hele leuke zomerse items. Dus ik ben er mega excited over. Maar die zien jullie wel als ik ze binnenkrijg. Dan laat ik ze gewoon zien. Verder, bestanden staan op mijn laptop. Dus de vlog kan ik editen. Het is nu 3:10. Wat heb ik nog meer gedaan? Niet heel veel. Verder hoef ik volgens mij ook niet heel veel te doen. Ik heb even een notitie gemaakt vanochtend. Gisteravond, of wanneer heb ik dat gedaan? Oh ja, ik wou nog een story maken voor Burga. Maar het licht is zo heftig en zo duister. En nu valt het mee omdat ik de lamp over de tafel aan heb. Dus dat ga ik nog even mee wachten. Gelukkig hoeft dat nu nog niet. Dus daar heb ik nog even de tijd voor. Dus die stel ik even uit. Maar ik ga wel alvast een begin maken met de vlog. En lekker YouTube verder kijken ondertussen. Want dan heb ik dat ook maar gedaan. Want morgen moet ik natuurlijk gewoon werken. Dus vandaag moet de vlog af. Zodat ik hem kan inplannen voor morgenmiddag. En ja, eigenlijk dat. Ik wou het gewoon even delen, even vertellen. Wat ik nu aan heb is dit kraagje die ik bij de H&M had besteld. Die ik had laten zien. Dat losse kraagje. Dit spencertje van Baum und Vergtkarten. Haarband van Funky & Fancy. En dit jurkje, zebra jurkje van MS Mode. Als jullie trouwens leuk vinden om bijvoorbeeld items die ik draag of wat ik nieuw heb. Als ik daar linkjes van in de beschrijving moet zetten, moet je het zeggen. Want dan kan ik dat natuurlijk gewoon erin zetten. Allemaal linkjes om te shoppen. Als je dat fijn vindt, let me know hieronder. Vind je dat helemaal niks en vind je het helemaal kut, dan ga ik ook niet die moeite erin steken. Maar ik doe het natuurlijk met alle liefde. Dus als je denkt, nou, die bepaalde items, of reageer het in de comments. Gooi ik een linkje in. En dan kan je zo, hup, naar dat item toe. Dus laat dat zeker even weten. Dus ik ga lekker de vlog editen. Hele goedenavond. Het is dinsdagavond. Ik heb lekker gewerkt vandaag. Het was niet een hele drukke dag. Maar ik heb van alles kunnen doen. En dat is zo lekker. Ik ben natuurlijk heel lang de winkel uit geweest. Dus ik heb weer even lekker mijn eigen... Even mijn countertje weer mijn eigen gemaakt, laat ik het zo zeggen. En ook hele leuke klanten gehad. De klanten die er waren, waren echt superleuk. Dus ja, dat. Ik heb net spullen gepakt voor donderdag. Want morgen moet ik werken. Ik ga gelijk heel even kijken qua bus morgen. Want ik moet een koffer mee en het gaat helemaal niet regenen of zo. Maar ik neem een koffer mee en een... Waarom staat hij er niet in? Oh, hier. Koffer mee. Zeg ik nu al voor de 6e keer. Grote tas. Ik moet natuurlijk gewoon mijn werkkleding meenemen. Ik heb 4 outfits om te shooten. Ja, 4 donderdag. Als het goed is. Is het droge donderdag? Ik heb net Dylan ook al even gebeld. En hij vroeg hoeveel spullen nemen mee. Ik zeg 4 outfits, zegt hij. Dus dat betekent 4 foto's. Toen zei ik eerst ja. Toen zei hij, oké, daar hou ik je aan. Toen zei ik, oké, nee, misschien toch niet 4 foto's. Wel 4 outfits.
In ieder geval, ik heb dat allemaal even gepakt. Ik heb mijn haar gewassen en gefeund, zodat ik morgenavond bij Dylan thuis, want vanuit werk ga ik dus uiteraard naar Dylan, mijn haar nog even kan krullen. En dan gaan we donderdag lekker foto's maken. Weet nog niet waar, heel misschien naar de vesting, dat lijkt me wel heel erg chill. Of Utrecht, I don't know. We gaan het even zien. En ik zit weer op de logeer. Heb ik dit verteld? Wacht, dit moet ik even terugkijken. Ik weet niet of ik dit heb verteld. Oh my god, ik heb dit niet eens verteld. Gisteren ging ik slapen. En wou ik gaan slapen. Kom ik op mijn kamer. Fucking dikke spin. Oh, zo'n gitzwart, weet je wel. Dus ik moet moeder bellen. Vanaf boven naar beneden. Mam, wil je naar boven komen en mijn spin doodmaken? Wil ze hem doodmaken? Vlucht hij, want het is een hele snelle. Onder de kast. Naast mijn bed. Ja, die krijgen we nooit meer te pakken. Maar Sasha gaat dan ook echt absoluut niet daar slapen. De kamer tegenover mijn kamer is logeerkamer. Voor als mijn broer of mijn zus of vrienden van mijn ouders of weet ik veel wat willen blijven slapen, dan kan dat. Dus ik heb dat ook een beetje tot mezelf, ik kan het helemaal niet zien, tot mezelf geëigend. Want er staat een nieuwe kledingrek met mijn zwarte kleding voor werk. Er staan twee studiolampen, een koffer en teringzooi. Kleding van Vinted, dat moet ik echt even gaan opruimen hier, want het kan echt niet. Dus ik was gisteren op de logeerkamer gaan slapen, want ik dacht, ja, doei. Maar ik durf nog steeds niet op mijn kamer te slapen, want ik heb die spin niet weer gezien. Dus ik weet niet of die er nog zit of niet. Dus onzekerheid betekent hier slapen. Dus het is nu 10:15 volgens mij. Alles is klaar, is ready. Ik ga morgenochtend met de bus. Dus dan ben ik een half uur eerder in Apeldoorn. Dus ik ga dan daar mijn make-up doen. Zodat ik moet 7:30 met de bus. Ik heb geen zin heel vroeg op te staan. En ik ben dan toch om 9:15 of zo, 9:50 in de winkel. Dus heb ik echt gewoon 40 minuten om mijn make-up te doen. Nou, moet genoeg zijn, hè? Dus dat lijkt me net wat chiller in plaats van make-up hier doen. Fietsen met die koffer en tas. Helemaal bezweet raken. Helemaal stinken. Geen zin in. Dus gaan we ook nieuw. De bus rijdt gewoon. De trein volgens mij ook. Dus ja, dat was mijn verhaal van de spin. Oh, what a story, what a story. Ja, dus nu ga ik lekker slapen. En ik neem jullie natuurlijk, ik woensdagavond misschien, beloof niks. Want ik ga sowieso niks meer beloven als ik bij Dylan ben met vloggen. Maar donderdag wil ik jullie wel echt even meenemen. Want ik denk dat het gewoon een heel leuk dagje wordt. Gewoon super gezellig ook. Even lekker een dagje door de week met Deel. Dat doen we eigenlijk niet heel vaak. Maar omdat het donderdag hemelvaart is natuurlijk. Lekker shooten, lekker foto's maken. Gewoon waarschijnlijk ook even lekker wat eten of zo. Zin in wel. Dat is echt veel zin in. Dan ben ik waarschijnlijk vrijdagavond thuis. Gok ik, want ik moet vrijdag gewoon werken. Dus ik denk dat ik vrijdag vanuit Almere naar werk ga. En dan moet ik allemaal spullen pakken voor Ameland, want daar ga ik maandag heen. Maar ik dacht, als ik nu al heel veel spullen moet, heel veel shooten namelijk op Ameland. En ik dacht, als ik al wat spullen meegeef aan mijn ouders zaterdagochtend, scheelt mij weer sjouwen. Dus, nee, dat zien we dan allemaal wel. Joe, Sasha gaat slapen. Als ik kan slapen. Want ik ben echt nog steeds wel een beetje in angst voor die spin. Ik ga het zien. Hallo, oh, jullie zien me helemaal niet. Het is, welke dag is het? Woensdag. En ik ben inmiddels in Almere. En na werk. Ik heb heerlijk gewerkt. Lekker dagje. En nu heb ik even omgekleed, want ik was helemaal bezweet. En ze hebben snel wat aangetrokken. Dylan is nu bij Diversity. Dus die is rond 8:30 een keertje thuis. Dus ik moest even voor mezelf zorgen qua eten. Dus ik ga nu even McDonald's halen. Want die zit letterlijk een paar seconden van Dylan's huis af. Dus ik kan er even lekker heen lopen. Ik heb echt mega erg honger. Dus ik hoop echt dat ik het volgehouden. Maar ik zie de McDonald's al en ik ben echt letterlijk net onderweg. Ik heb mijn nieuwe Sas Looks The Label tas om.
in een peach kleur. Helemaal happy mee. Godsamme, gaat nu regenen. Ik heb geen paraplu mee. Dit wordt top. Dit wordt heel leuk. Er staat een YouTube video op. Ik heb ijskoffie in mijn eten en ik ga nu heerlijk snel eten. Want ik heb mega erg honger. Oh. Altijd denk je, goed shot ook dit en zo. Altijd denk je, oh bestel dit en dit en dat en de zus en zo. Vet lekker. Altijd denk je, ik heb zoveel gegeten. Mijn hoofd ziet er ook niet meer uit, maar oké. Maar ik ben heerlijk YouTube video's aan het kijken. Ik lig op de bank van Dylan. En ja. Ik denk dat hij er met een half uurtje is. Ik ben altijd binnen trouwens ook, want het regent mega hard. Dus dat is top. Oh, en ik heb nog een chili chicken liggen. Maar ik laat hem nog even liggen. En dan straks opeten of Dylan eet hem lekker op. We gaan zien. Ik heb ook al een ijskoffie voor Dylan in de koelkast gezet. Dan kan hij die ook lekker straks opsmikkelen. Oh, ik denk ze slapen gewoon. Heerlijk. Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag, hemelvaart. Dylan en ik zijn onderweg. We zijn foto's aan het maken. En één look hebben we er al op staan. En nu zijn we bezig met de tweede. We zijn beide omgekleed. Dus Dylan is eindelijk weer foto's aan het maken voor Instagram. En ja, we zijn nu een beetje, we zijn nu naar de tocht. Dus we zijn lekker aan het rondrijden. Het is echt, deze dag is niet normaal lekker. Oh, wat lief. Maar die zijn al best groot alweer. Nee, die staat, ja. Oh nee. Volwassen. Ja. Maar echt, dit weer is zo lekker. Het is niet normaal. Dus wij gaan even lekker foto's maken. Ik probeer dus zoveel mogelijk verder even mee te nemen. Als ik het niet vergeet. Maar ja, heerlijk. Wij lopen nu in naar de vesting. Het is hier zo mooi. Ik heb alweer een nieuwe foto erop staan. En zijn nu aan het lopen voor een foto voor Dylan. Oh, je moet ook nog een foto voor het telefoonhoesje. Niet vergeten. Hoef pas over 2 weken online, maar dan heb ik hem in ieder geval. Oh, wat is dit mooi. Dat mag niet heen. Zoveel mooie huizen en plekjes. Nee. Ik denk dat een beetje beige of dat soort... Oh, deze Fiat deel. Ja. Nou, wij zijn dus lekker aan het genieten. Het is heerlijk weer. We zijn wel iets te zomers. Ik loop gewoon in een zomerjurkje, maar hè. Kom gewoon. We gaan even checken. Hele goedemiddag. Het is inmiddels vrijdag. Ik heb de hele dag gewerkt. Het was een heerlijk dagje. Het is heerlijk weer ook, net als gisteren. Het zal de hele dag zo regenen. Dus... Nederland, weer mensen, weer vrouwen, mannen, wat jullie zijn, ik snap het niet, maar jullie hebben het elke keer mis. Maar nu is het op het station. Ik heb weer lekker een zwarte smoky eye, want vandaag is de Cruella X Mac collectie uitgekomen van Disney voor de nieuwe film die uitkomt hier in mei. Fantastisch, helemaal geweldig. Dus dit was de team day look. Nu sta ik met mijn proever bepakt en bezakt. Dus ben ik op Deventer station. Ben ik net aangekomen. Nu wacht ik op de trein naar Zwolle. En dan ga ik naar huis. Word ik lekker opgehaald door mama. En moet ik heel veel doen. Ik moet lekker douchen. Mijn haar wassen. Benen scheren. Hele reut met teut. Haar feunen. Ik moet spullen pakken voor Ameland maandag. Want na werk morgen ga ik gelijk door naar Dylan. Dan vieren we zondag verjaardag van Dylan's opa. Super leuk. Dus ik moet daar mijn spullen voor hebben. En dan moet ik ook nog alle spullen voor Ameland hebben. Want daar ga ik van maandag tot woensdag heen. Dus het is echt heel chaotisch. Wat moet ik hebben? Wat moet ik pakken? Dus dat moet ik allemaal even gaan uitzoeken vanavond. Dus maar dat komt wel goed. Ik ga zo in de trein even kijken wat ik sowieso mee wil hebben. Wat ik moet hebben. Ik moet wasje draaien ook gelijk. Maar het komt helemaal goed. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Dat is het belangrijkste. Dus morgen even werken en dan heb ik een aantal dagen vrij tot en met donderdag. En dan donderdag tot zaterdag werken en dan heb ik weer lekker weekend. Het gaat zo snel, het is echt bizar. En gisteren was ik zo'n lekkere dag. We zijn natuurlijk naar de ouders van Dylan gegaan. We hebben daar lekker gegeten, in het zonnetje gezeten. En toen hebben we s'avonds film gekeken bij Deal en toen vanochtend weer gewerkt. Dus dat. Dus ik ga nu even lekker verder muziek luisteren, die dingen
opschrijven wat ik allemaal moet hebben, noteren, dat soort dingen. En dan ja, die gaan we dan allemaal even doen, hè? Good morning. Oh, soms word ik zo moe van mezelf. Oké, ik doe het toch. Ik ben nu op station De Halfzaam. En ik heb allemaal spullen mee. Wacht, ik laat het heel even zien. Tada. En, oh, yeah. Het is zo zwaar. Want ik moet mijn laptop mee, want ik moet... Wait, heb ik verteld wat ik ga doen? Jawel, denk het wel. In ieder geval, ik ga nu naar werk. Ik ben wat eerder gegaan, zodat ik op werk mijn make-up kan doen. Dan ga ik naar Almere morgen, vieren de verjaardag van Dylan's opa. Daarna ga ik maandagochtend naar Ameland voor 3 dagen. Fucking veel zin in, superleuk. Mijn ouders zijn er net heen gereden. En die heb ik al een koffer meegegeven voor shootkleding. Onder andere een meshmode en zo, die ik allemaal ga shooten op Ameland. Statief meegegeven, mijn föhn, mijn haarspullen, dat heb ik aan hun meegegeven. Nu heb ik mijn eigen kleding die ik nu aan wil. En die ik... Nee, die ik morgen aan wil, maandag aan wil. Die heb ik nu voor mezelf mee. Natuurlijk mijn make-up. Mijn make-up belt, want die heb ik straks op werk nodig. Extra schoenen, want hè, ik werk dus dan zwarte schoenen. Dus extra schoenen, want ik draag in mijn dagelijks leven geen zwarte schoenen. Maar ook mijn laptop, want ik moet mijn vlog editen maandag. Dus dat ga ik dan in de trein doen, want ik moet van Almere naar Leeuwarden. Dus zit ik zeer lang in. Dus kan ik net zo goed in de trein gaan bewerken. Dus die heb ik mee. Maar het is zo zwaar. Dus ik ging net fietsen en het ging bijna helemaal niet goed. Die band nog zacht van die fiets. Nou, heet het op de grond klak. Ik ben op station. Laten we daar even op houden. Nog een paar minuten en dan is de trein er. Daar ga ik onderweg. Oh, maar die tassen zijn zo zwaar. En nu bedenk ik me ook, ik moet er straks mee zullen naar werk. Van werk naar station. Dan in Almere word ik opgehaald, dat scheelt weer. Maar ik moet er ook mee zeulen als ik naar Ameland ga. Dus ook gewoon de boot op. Gelukkig kan je daar gewoon zitten. Dan, dus wat ik mezelf aandoe, ik heb geen idee. Ik denk dat het nu ook extra zwaar is omdat mijn arm helemaal lam is. Omdat ik een tas heet zo in mijn arm had. Good stories with sus looks. Maar ik heb wel zin in. En ik heb gewoon heel veel zin om heel veel foto's te maken. Want ik ben er 3 dagen. Tuurlijk ga ik ook genieten met mijn ouders natuurlijk. Hè? Gewoon lekker waarschijnlijk lunchen en lekker gewoon dingen doen. Maar ik wil ook vooral heel veel kleding shooten. Want dan heb ik gewoon lekker een voorraadje. En dat is gewoon super chill. Ja, yeah, I want to be that bitch. Om Ameland. Dus, overal mij komt de trein er al aan. Ha, mondkapje pakken. Hey. Nee, hoef je het niet op. Nee. Hele goede morgen. Het is middag, is het. Het is vandaag zondag. Het is bijna 2:30. En wij gaan zo naar de ouders van Dylan toe. Vandaag vieren we de verjaardag van de opa van Dylan. Bij... de ouders van Dylan thuis. Dus wij hebben ons lekker klaargemaakt, lekker rustig gedaan, lekker ontbeten. En lekker YouTube gekeken en dat soort dingen. Dus gewoon echt een zondag. Dus straks gewoon gezellig met z'n allen eten en dat soort dingen. Dus helemaal leuk. Ik wou nog iets vertellen, maar ik weet het niet meer. In ieder geval, wij gaan gewoon lekker. Ik weet niet of ik jullie vanavond zie, maar we zien het wel. Hele goedenavond. Ik zie er lekker simpel uit. Dylan is even voor school bezig. Die moet een presentatie morgen geven. Ik heb lekker YouTube op de achtergrond aanstaan en ik ga lekker de vlog afsluiten. Super fijne dag gehad. Het was echt heerlijk. Ik zie jullie volgende week weer in een nieuwe weekvlog. Voor mij begint die morgen, maar voor jullie is die volgende week dinsdag er weer. Dus dankjewel voor het kijken. Vergeet niet de video te liken, te subscriben, alles. Kan je mij heel erg mee helpen. Dus dankjewel voor het kijken. En tot volgende. Doei doei.